3, 2, 1, adem diep in. En ga diep in je stretch, raak je tenen aan. Ik hoor een kraak. En kom weer op, nog een keertje, adem diep in. Zo, we gaan starten. Pak je rechter knie en trek hem naar je borst toe. Kijk hoe ver je hem kan trekken. Heel goed. Andere kant, pak hem vast en strek hem. Voel die stretch. En weer los. En de andere kant, pak hem vast. En strek hem. 4, 3, 2 en los. 6, 7, 8. We hebben vandaag op zondag 19 december de launch gehad van onze Safe Exercise Area. Officiële Safe Exercise Area. We are warriors, we don't give up. We are fit and we are strong. And when we fall, we get back up. We are warriors, we are on top. Dit is het Safe Exercise Area waar we elke zondag, let wel, elke zondag regulier, dus het is geen eenmalige activiteit. Elke zondag tussen 6:30 en 9:30 's morgens. Dit gebied zal worden afgesloten door de politie en de districtscommissaris, zodat mensen vrijelijk kunnen gaan bewegen. Verse zuurstof, ja, innemen. Heel snel, ja. Mensen op een veilige manier kunnen joggen, lopen. Het is voorlopig alleen toegestaan voor voetgangers. We willen nog geen, we hebben ook een paar fietsers gezien. Maar je mag wel met je skateboard of iets anders komen. Maar fietsen op dit moment is op dit moment niet toegestaan in dit gebied. Omdat het ook nog wel risico's met zich meebrengt. Kom bewegen! Hoe voelt u zich? Ontspannen. Ik heb laatst een paar keer exercise gedaan met een coach in een gym. En het blijkt dat je na een training van een uur, jouw bloeddruk drastisch is verlaagd. Jouw ook gezondheid, energie is beter geworden. Kortom, het is gezond. Alleen moet je tijd voor vrijmaken. Wij mensen denken namelijk te veel soms aan werken, liefzittend werken. Vooral ik. Ik heb inderdaad een enorm zware agenda met veel zitten, vergaderingen en noem maar op. En dat wil ik compenseren nu. Met zeker minimaal 3 keer per week. Met exercises en ik heb al een coach gevonden. Al bij al, los van COVID een beetje, dit is een goed initiatief, denk ik, vanuit Volksgezondheid om die samenleving inderdaad te gaan laten bewegen. En als we dit op meerdere plekken kunnen doen, meerdere plekken in het land. Oké, ga je gewoon nu? Nee, ga jij maar. Ja, dan gaan we de minister daar. Komt die volgende week weer? De bedoeling is namelijk dat in alle districten, maar dat dit permanent wordt en niet een eenmalige activiteit, want dan gaan die mensen niet komen. Ik ga beschikbaar blijven, maar als het is in een ander district, dan zal ik ook daar een voorkeur geven. Lukt het? Jawel. Ja, meneer. Is het te lang of te kort? Is het te kort? Meneer, voor vanochtend heb ik al 10 kilometer gelopen van hier om het plein en terug. Ja, het mag veel langer. Dit is slechts. Dit is opwarmen, meneer. Nog voor 1 ronde, president. Nee, twee. Nog 2, dan wordt 6 kilometer gedaan. Ja, toch. Let's go. En ik hoop u elke zondag hier te zijn, omdat ik er wel ga zijn. De keuze is aan u, wat u wilt. En wij willen aanzet geven dat u bewuste keuzes maakt om goed te leven, gezond te leven. En voor straks gezegende kerst, tambegi, wana masragado acharugo, dat een passie. En soms duurt iets te lang, dat we kostchan, maar chan ay archa stemfu masragado. Mirok archi trasteng, me archi, me yere, maar mim archa steng, say chami godape. En daarvoor zit ik daar, om goed beleid te maken, goed bestuur. Soms met onbegrip, dat accepteer ik. Maar één ding beloof ik, datgene wat ik beloof heb tijdens de campagne, ik ga het realiseren. Maar ik wil dat doen door een gezond land Suriname te bouwen, met gezonde Surinamers. En dat zijn jullie. God bless you all, thank you. Kom. Dan zijn we laat voor de volgende vergadering. Thank you. Ik zie je graag. Ja, thank you. Tot vanavond. Thank you.
besluiten van het... Van wat? Goed.